in het Vlaamse wat er allemaal voor mooie dingen te vinden zijn. En Patrick moet je een beetje beschouwen als een WL'er. En Leen moet je een beetje beschouwen als Geodelft. In Nederland heet dat Deltares. Nou, zij hebben dan twee verschillende namen. Dat zullen ze zo dadelijk wel vertellen. Patrick, mag ik jou het woord geven? Tuurlijk. Ik zal die bus dan rijden eigenlijk. Hè? Dus dat, in elk geval, dank u voor de leuke introductie. Mijn naam is Patrick Peters. En ik ga jullie, laten we zeggen, 20 minuten van de tijd bezighouden met het algemene Sigma-plan. Het wel en wee, waarom, welke beslissingen er zijn genomen. En dan zal alleen inzoomen op één projectgebied, Vlassenbroek genaamd, van hoe we dan echt concreet te werk gaan. We zijn er misschien een beetje een vreemde eend vandaag, want de rest is meer over... Dit is echt een veiligheidsplan, à la Deltaplan, à la het hoogwaterplan Rijn. Ik weet niet hoe dat ze dat noemen, maar we zijn zo de enigste vandaag. Maar daarmee is hier de talrijke opkomst ineens verklaard waarschijnlijk. Het Sigma-plan, zoals jullie Deltaplan hebben van 1953, hebben wij pas in 1976 onze ramp gekend. Waarschijnlijk in 1953 waren jullie dijken niet op, hoe zeggen ze dat, in shape, waardoor dat bij jullie problemen zijn geweest en bij ons in de Schelde alvast beperkter. In 1976 waren jullie dijken misschien wel in vorm en is die storm doorgelopen tot bij ons en hebben wij bij ons een aantal bressen gekend met veel schade, de koning die langskwam. Dus even situering van het Sigma-plan, wat houdt het in, welke realisaties hebben we tot hiertoe uitgevoerd en dan het woord aan Leen. Je hebt een website, sigmaplan.be, en ik heb ook een aantal boekjes die inzoomen op één gebied, maar die wel het ganse proces van het Sigma-plan iets meer toelichten. De Zeeschelde, voor ons is dat in feite dankzij het getij een grote rivier. Die monding ligt in Noord-Frankrijk, loopt dan doorheen Wallonië, Vlaanderen, komt dan via Antwerpen in Nederland terecht. Jullie noemen dat dan Westerschelde, wij noemen dat Zeeschelde. In het getijgebied noemen we dat Zeeschelde. Opwaarts van Gent is geen getij meer, noemen we dat Bovenschelde. En dan heb je nog een aantal zijlopen. Het Sigma-plan zoomt eigenlijk enkel in op het afwaartse gedeelte waar het getij is. Natuurlijk, die grens is niet exact te bepalen. Dus er zijn een aantal zones waar dan misschien de overstromingsproblematiek niet zozeer getijgebonden is, maar dat we meer Somerset-achtige toestanden krijgen. En wij kunnen ook zo'n foto's tonen van rivierpeilen lager, de dijk erboven en het gebied daar rond. Ik stel wel voor dat de Nederlandse of de Engelsen ons dan inroepen in plaats van bringing in the Dutch, want dat is toch wel een andere aanpak dan gewoon dijken en waterkeringen. Maar dat terzijde. Wij hebben ook noordwestenstormen die ons parten spelen, of toch alvast het getijgedeelte van de Zeeschelde. In 1953 hebben wij wel her en der bressen gehad, veel overstromingen, maar eigenlijk slechts, misschien is het niet slecht uitgerukt, één dode. Met als gevolg dat dat niet zo, of voor ons niet zo rampzalig was als bij jullie. In 1976 wel, en dan was er ook een beetje een polemiek over. Er was in 1976 wel geld voor straaljagers te kopen en geen geld om de dijken in vorm te houden. Er was ook een Nederlandse reporter van de AVRO die helemaal naar bij ons was afgezakt en die dat dan in beeld had gebracht. En dus er was veel meer heisa rond en dus het Sigma-plan is geboren. Het Sigma-plan van 1977 in feite, de eerste naam was Plan O, wat de minister van Openbaar Werken toen heette, heette toen Olivier. Dus dat was het Plan O gedurende een bepaalde tijd. En na een tijd, als de minister dan af was, hebben we dat anders genoemd. Maar het grote principe van 1977 was, laten we zeggen, ruimte voor de rivier avant la lettre. Het getij stijgt, een iets verlaagde overloopdijk, die overloopbestendig is, vult buiten, in elk geval GOG's gecontroleerde overstromingsgebieden. En daar rond is een ringdijk die wel hoog is, om voldoende hoog om eigenlijk overstromingen, ongecontroleerde overstromingen buiten dat gebied te voorkomen. Doordat het getij binnenkomt, wij moeten in feite enkel dat klein topje afromen van de rivier. Dus in verhouding tot totaal tijvolume is dat relatief beperkt. En dus hebben wij maar her en der relatief kleine overstromingsgebieden nodig. Om dan, vanaf dat dan die overloopdijk in werking gaat en die getijgolf gaat verder, gaat die niet blijven stijgen. Die blijft eigenlijk, of die top, romen we telkens af. Een voorbeeldje van zo het vandaag grootste in werking zijnde GOG, dat is ongeveer 100 hectare. Hier hebben we eigenlijk de overloopdijk. En dit is een soort ringdijk, waarbij dus bij storm het getij hier stijgt en dan kan dat invullen. Dat is nu landbouwgebied. Dat is vooral maïs voor in de september, oktober te jagen op fazanten en zo. Dus dat is niet echt. Dat is wel een probleem als we dat dus willen omzetten naar natuur. Dan is er een zeer machtige jachtlobby waar wij toch niet zo direct tegenop kunnen. Hier zie je ook nog een weel van een lang vervlogen overstroming of zoiets, van een bres waarschijnlijk.
Dus het originele Sigma-plan, dijkversterkingen, vooral landwaarts gewoon de kruin verbreden van 2 meter tot 5 meter, 6 meter. Voor als hem dan zou overtoppen dat hem niet direct brest. 13 GOG's op papier. En overloopdijken die dus bij de Sinterklaasstorm van 6 december, eigenlijk dergelijke, dat is nu geen foto van toen. Dit is eigenlijk een niet, dat is eigenlijk gewoon een grasmat. Maar de, vandaag de dag worden die wel allemaal bekleed met open steenasfalt of gevezelde open steenasfalt. Ja. Dan, dat is hetzelfde gebied, maar dus in 6 december, waarbij dat gevuld is. Dat is niet volledig gevuld geweest, er stond misschien maar een meter water, maar dat is wel voldoende om die gedijgolf wat te dempen. Wat kan ik daar hier nog over zeggen? Ja, je ziet duidelijk de ringdijk. Dat, een ander voorbeeldje van een bestaand GOG, dus er zijn er 12. In feite zie je er hier 2, dat is meer opwaarts. Dit is de overloopdijk, dat is een GOG 1, dat is Bergenmeerse. En dan hierachter, de Schelde loopt eigenlijk hier verder. En dan, dat is een tweede GOG. GOG paardenweide. Ja. Het originele Sigma-plan naast al die GOG's en versterkte dijken voorzag dat ook in een stormvloedkering. Financieel hebben we dat plaatje nooit rondgekregen en dan hebben we dus vandaag de dag het verhaal dat wij afvallen letteren waterbeheer deden, want wij hebben dat niet gebouwd, wij willen ruimte voor de rivier geven. Dat was ook een probleem dat nogal een hoge constructie was, want wij wouden dan ook zeeschepen erdoor krijgen. Mocht niet of net niet hoger zijn dan de kathedraal van Antwerpen, dus we hebben dat dan wel later. Ik denk het maximaalst in de buurt van die constructie is een schaalmodel 2 meter op een meter. Te bewonderen ergens in Antwerpen. Dus dat was 53 hadden we, 76 in 90, wanneer dat toch al 12 van de 13 GOG's gerealiseerd waren, hebben wij toch nog dergelijke schade gehad. Waarbij er geen bressen zijn geweest, maar in feite, ja, laten we zeggen, dat is, de Schelde is er misschien nog wel 100 meter vandaan, een soort voorlandschorslik of schorsysteem. Dat daar toch wel aardig op werd gerekend. In feite was dat toen ook niet zo'n communicatieprobleem, want dit gebied was al toen onteigend. Dat is eigenlijk een GOG to be. Maar dus weinig mensen hebben dat misschien echt gezien, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we dergelijke verhalen de wereld laten insturen. In elk geval, dat is het plan van 77 met 90 toch een besef van oei, we zijn misschien niet zo goed bezig. Dat heeft geleid in 2000 tot we gaan ons plan actualiseren. Andere randvoorwaarden, het klimaat, maar ook nieuwe... Of uitbreiding van de bevolking, nieuwe woningen. Het waterbeheer veranderde. Niet al het water snel afvoeren, maar we moesten toch andere principes hanteren. En het principe van de overstromingsrisicobenadering is toen eigenlijk ook, of heeft zowel mondjesmaat, ingang gevonden. Niet alleen veiligheid was de focus, het origineel Sigma-plan had dat wel, maar natuurlijkheid kwam er meer in. Was ook de enigste reden op een gegeven moment om eigenlijk zo'n plan nog gewoon verkocht te krijgen. Ik kan mij vergaderingen herinneren. Dat eigenlijk, eerst zeiden ze, ja, de locomotiefveiligheid is vertrokken, hangt allemaal eraan. En na een tijd was het, ja, de locomotief natuurlijkheid is vertrokken. En dankzij die locomotief kunnen we ook nog eens her en der een dijk vervolgen en zo. Wij spreken dus niet meer van nu, wij beschermen ons tegen de T4000, 10.000. Wij hebben eigenlijk een aantal waterpeilen die maatgevend worden geacht in heel het systeem. En afhankelijk van waar je zit, varieert dat tussen T1000 à T4000 voor het Scheldegebied. En in heel die oefening is kostenbatenanalyse gebeurd. Dus heb je nood aan retourperiodes, werd ons vanmorgen nog eens gezegd. En in die analyse is zowel bresvorming als overtopping. Het zijn niet alleen ervan uitgegaan dat alle dijken blijven staan, maar is ook bresvorming mee beschouwd. De Vlaamse risicomethode, ik zeg hier nu Vlaams, maar er is heel wat discussie over of dat echt wel Vlaams is. Omdat sowieso, denk ik, wat internationaal geënte methode is, maar ook die wordt niet toegepast in gans Vlaanderen. Dus echt de Vlaamse methode is dat niet. Maar we proberen wel die risicomethode nu ook met de Europese richtlijn ingang te doen vinden. En ik denk het Sigma-plan is vooral preventie geweest. Nu vandaag de dag zit er al wat meer zandzakjes, proberen ze mee te kwantificeren. Evacuatie meten, de 3 P's van preventie en nog iets en nog iets. Het Sigma-plan is toch vooral de eerste P gericht. Scenario-analyses. Er waren er eigenlijk 4 grote. Er was eigenlijk gezegd, we hadden al het principe van de GOG's. Gaan we gewoon GOG's bijmaken, dat is links. Er was het idee van, weet je wat, die Oosterscheldekering is toch toe als de storm op de Westerschelde tiert. Misschien kunnen we door een grote verbinding tussen Westerschelde en Oosterschelde onze storm gewoon afwinden. Ik weet niet of we daar echt toestemming voor hebben gevraagd, maar we hebben het toch alvast bestudeerd. Maar dat bleek eigenlijk niet echt mogelijk. We hebben ook een stormvloedkering terug beschouwd.
En enkel Verhoeven van Dijk, dat is het laatste dan. Finale is het eigenlijk een combinatie geweest van linksboven en rechtsonder. Qua veiligheid, ook qua natuurlijkheid, is er eigenlijk geanalyseerd geweest hoeveel oppervlakte, extra schorre, slikken, andere natuur hebben we nodig om een duurzaam, robuust Schelde-estuar te hebben. En dat kwam net uit. Dus als je zoveel extra overstromingsgebied nodig had, had je ook nog eens zoveel hectare extra schor nodig. En die zijn we dan proberen te mengen, zal ik zeggen, en samen te realiseren. Het resultaat is eigenlijk dat wij nu zeggen, we gaan van de Schelde een robuuste natuur maken door combinatie van meer ruimte voor de rivierontpoldering, noemen wij dat vaak. Meer GOG's, waarvan er sommige niet landbouwfunctie invulling krijgen of jachtfunctie, maar ook GGG-functie, daar kom ik zo nog even op terug. GGG is een gereduceerd getijdengebied. Lees mimieken van schorren en slikken. Sommige GOG's krijgen gewoon wetlandallures, waardoor je dan kan wandelen. En er zijn ook een aantal niet getijdengebonden wetlands in aanmaak om ook die natuur waarvan er tekort was te realiseren. We gaan verder. Even het principe van de GGG, dus een gereduceerd getijdengebied. We hebben in plaats van enkel de overloopdijk die verlaagd is en een ringdijk en een uitwateringsconstructie die bij storm na de storm het water evacueert, is er eigenlijk een verhoogde inwateringsconstructie in die overloopdijk geplaatst, waardoor dat bij elk getij, bij elk hoogwater, er een beetje water binnenkomt. En dan krijg je een gereduceerd getij in die zone. En voor die natuur blijkt dat niet zo'n probleem te zijn. Die denken, wij zitten hier op een slik en schor. De absolute NAP-pijlen van dat schor ligt misschien 3 meter lager dan het schor in de echte rivier. Maar voor de natuur, voor de nutriëntcycli en zo, blijkt het allemaal goed te werken. We hebben zo'n pilootproject samen met Universiteit Antwerpen. Is er al heel veel onderzoek op gedaan. Dus wat zien we hier? We hebben eigenlijk de inwatering, dat is langs de GOG-GGG-zijde. Dus het water van de Schelde bij een bepaald hoogwater gebruikt die 3 kokers om het gebied wat te vullen. Er is ook een uitwatering. Hier is zelf een visfuik te zien, want die gebieden zijn ook zeer interessant voor vissen om eigenlijk te gaan forageren. Die uitwatering is een gewone terugslagklep. En dat gebied, maar dat is puur voor demo. Om te demonstreren dat dat eigenlijk ook een GOG is. Er is een stukje verlaagde overloopdijk, maar dat gaat weinig of geen effect hebben bij een storm. Hoe ziet dat er in praktijk uit? Het getij in de Schelde. Vanmorgen hoorde ik ergens in Nederland 15 meter getijverschil. Ik vind dat nu wel heel veel. Maar wij hebben daar ongeveer 5 à 6 meter getijverschil op de Schelde, in het gebied zelf, een gereduceerd getijdengebied. Doordat die constructie er is, heb je dan eigenlijk een getijverschil van 1,5 à 2 meter. Maar blijkbaar voldoende. Is natuurlijk een heel onrealistisch getij. Er is ook een moment dat er niet meer inwatert en ook nog niet uitwatert. En wij noemen dat dan de stagnante fase. Dat is eigenlijk gedurende een half uur of een uur dat er het water stilstaat in die zone. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als in een echte getijomgeving. Dus dat zijn de principes van het Sigma-plan vandaag. Ondertussen zijn er een tiental projecten, denk ik, opgestart. Soms zou je beter denken van misschien start je 1 op met z'n allen en realiseer dat en ga dan naar de volgende. Maar om allerlei redenen zijn die allemaal opgestart. Als gevolg dat misschien nog niet echt een veiligheidsverhoging is geweest de voorbije jaren, want ze zijn allemaal nog net niet af. Ik ga nog even in vogelvlucht erdoor van afwaarts naar opwaarts. Gevoelig project voor ons, want jullie willen dat toch maar niet in assisteren. Ontpoldering, het Hedwige Prosperpolder. Antwerpen is rechts, de haven van Antwerpen is hier. Wij hebben eigenlijk onze ringdijk, ondertussen botst die letterlijk op jullie grens. Dat is zo rond. En is het binnenkort een te onderhouden dijk en wachten op jullie deel. Waar dat denk ik wel de zandstoks, want wij moeten dat bouwen eigenlijk. Wij financieren dat ook, voor een stuk logisch. Maar dus die zandstoks worden wel denk ik al aangelegd. En wij wachten op de nodige vergunningen eigenlijk. Hè. Wat hebben we nog iets meer opwaarts? Ontpoldering Lilo. Is een kleine ontpoldering die al volledig gerealiseerd is. Dus een soort ruimte voor de rivier, maar vooral ecologische doelstellingen. Zijn 2 lobben. Ik meld dat hier gewoon omdat die 2 lobben, in plaats van dat af te graven, hebben we eigenlijk 2 keer een bresproef kunnen organiseren. Waarbij toch wel interessante zaken naar boven komen. De kaaien in Antwerpen die zijn op bepaalde zones toch in erbarmelijke staat, maar beschermd. Die voldoen niet aan de huidige normen. Er is ook gezegd, er is een muursen eigenlijk daar op de kaai. Dat is een muur van 1,35 meter. Wat ik denk het waterstandspeil is van 53 plus een halve meter.
Daar zijn poorten in, coupures. En die muur is nu niet hoog genoeg bevonden, gezien de klimaatverandering. Dus hij moet naar 2,25 meter, wat natuurlijk minder leuk is, want dan kan je niet meer overzien. Dus zijn er nu van alle plannen lopende. En de realisatie zou starten in 2018, denk ik. Nog wat meer opwaarts, Antwerpen is in de achtergrond. Is GOG, GGG, KBR, Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde, is in feite een gebied nog van het origineel Sigma-plan, dat om van alle administratieve redenen en vandaag de dag vooral door een leiding van een bepaalde firma die nog niet verlegd is, nog altijd niet volledig gerealiseerd is. 600 hectare waar wij om veiligheidsredenen op te wachten staan. Nog meer opwaarts, GOG, GGG, Bergen-Meersen. Daarnet was er al een foto van. Dat was al een GOG sinds midden jaren 80. Maar vandaag de dag is er ook zo'n GGG-inwateringssluis, waarbij de hoge inwatering boven de lage uitwatering staat. En dus in die zone loopt vandaag de dag twee keer per dag water binnen. Dus er zijn een aantal gebieden die wij zeker met die bus kunnen gaan bezien. Maar vooraleer dat we dat doen, geef ik het woord aan Leen. Ik denk dat ik wel binnen mijn tijd ben. Nu mag ik van alles zeggen, maar jullie verstaan mij niet. Heb je dat vastgehouden? Ja, Katjolijn. Goedemiddag. In aansluiting van het verhaal van Patrick, ga ik kort toelichten hoe we in Vlaanderen omgaan met de geotechnische berekeningen en geotechnisch onderzoek dat eigenlijk nodig is om een goed ontwerp te maken van een gecontroleerd overstromingsgebied. Ik ga dus specifiek hebben over het GOG GGG Vlassenbroek, opgedeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte het gecontroleerd gereduceerd getijgebied, wat Patrick zojuist heeft uitgelegd, wat dus slikken en schorren inhoudt dan. En het onderste gedeelte een gewoon gecontroleerd overstromingsgebied dat enkel in werking treedt bij extreme stormtij. Het gebied zelf is 240 hectare groot. En er moet dus een compartimentering gemaakt worden tussen de twee afzonderlijke gebieden. Ook moet er een ringdijk gemaakt worden die het volledige gebied omkadert. En de bestaande schelde dijken moeten afgetopt worden om te kunnen dienen als overloopdijk. Verder moeten er ook, zoals ook gezegd, in- en uitwateringssluizen gemaakt worden. De eerste stap is altijd nakijken welk grondonderzoek is er al aanwezig, welke sonderingen en boringen hebben we. Hierbij kijken wij in Vlaanderen naar de DOV-databank Ondergrond Vlaanderen en ook naar oude historische kaarten bijvoorbeeld om te zien zijn er oude dijkdoorbraken of zo al waar wij kennis van hebben. Over het algemeen willen wij gaan naar een grondonderzoek dat we toch om de 50 à 100 meter minstens een sondering hebben. En boringen toch om de 200 meter. Op basis van dat grondonderzoek kunnen we dan een lagenopbouw voorop stellen. Dan weten we hier bijvoorbeeld dat er bovenaan sterk samendrukbare lagen zitten. Veenlagen, kleihoudende lagen. En dit doen we dus voor het volledige tracé van de ringdijken bijvoorbeeld. En we delen het dus op in verschillende delen. En voor elk deel hebben we een typerende lagenopbouw. Nieuws sinds korte tijd is dat we nu ook het klassiek geotechnisch onderzoek aanvullen met geofysische proeven. We gaan dus in eerste instantie elektromagnetische metingen doen, aangevuld met geoelektrische metingen. En dan pas onze klassieke sonderingen en boringen en laboproeven. De eerste stap is elektromagnetische metingen doen over het volledige tracé van de dijk, zodat we eigenlijk een idee hebben van de geleidbaarheid van de ondiepe ondergrond en dus eigenlijk over het volledige tracé al iets van info hebben. Dan kunnen we de homogene en heterogene zones van elkaar afscheiden. In tweede instantie gaan we dan geoelektrische metingen doen op geselecteerde zones, waardoor dat we dan eigenlijk al een afsplitsing kunnen maken tussen de verschillende lagen in de ondergrond. En in derde instantie gaan we dan onze klassieke sonderingen en boringen doen. Maar het voordeel van deze manier van werken is dat we de sonderingen echt kunnen inplannen. Dus niet standaard om de 50 of om de 100 meter, maar op basis van het geofysisch onderzoek kunnen we dan zien van waar is het nuttig om een sondering en een boring uit te voeren. Het voordeel is ook dat we met de elektromagnetische meting al damplanken en zo kunnen opsporen. En dat we dus info hebben over het volledige dijktracé in plaats van enkel op de locatie waar er een sondering of een boring uitgevoerd is. Dit is hier een voorbeeld waar we
op basis van de elektromagnetische metingen een idee krijgen van de heterogeniteit van het tracé. Hier bijvoorbeeld hebben we plotse overgang in de geleidbaarheid van de ondergrond. En dat is dus een zone waar we dan geo-elektrische proeven gaan doen. En ook dan een groter aantal sonderingen. Hier nog een voorbeeldje. We zien hier, hier is er een sondering gebeurd en hier. En dan zien we in het sondeerbeeld dat het pakket zandige grond bovenaan niet overal even dik is. Maar als we enkel de sondering zouden hebben, weten we niet tot hoever dat het dikke zandige pakket reikt. Op basis van de geo-elektrische meting kunnen we dan zien hoever dat het dik zandpakket reikt. Ook kunnen we oude dijkdoorbraken onderkennen. Hier zien we dan ook dat er vroeger een uitwateringssluis aanwezig was. En ook hier dat er een damplank in de grond zit. Dus op basis van al het grondonderzoek dat ik zo pas vermeld heb, kunnen we dan voor elk tracé in de dijk een lagenopbouw en ook de karakteristieken vastleggen. De karakteristieken, de schuifweerstandskarakteristieken, het volumegewicht, de samendrukkingsconstante die dan de zettingen bepaalt. Karakteristieken worden vastgelegd op basis van ongeroerde monsters en het labo-onderzoek daarop. En ook op basis van een klassieke NAD-tabel die eigenlijk een veilige aanname voor de karakteristieken heeft, waar we onvoldoende laboproeven hebben. Naast de ondergrond is natuurlijk ook het materiaal waarmee de dijk gemaakt wordt van belang. Standaard werken wij voor het Sigma-plan met zandige dijken. Die worden afgedekt met een laag vette grond. De dikte van de vette grond volgt uit berekeningen. Klassiek eis is dat de plasticiteitsindex groter moet zijn dan 15%. En soms gaan we ook in de kur kijken naar de erosiebestendigheidscategorieën. Zand in de dijk, dat moet een goed verdicht materiaal zijn. En als we dit goed verdicht kunnen aanbrengen, mogen we rekenen op een wrijvingshoek van 30 graden. Soms moet het materiaal dat aangebracht wordt wel gekalkt of gecementeerd worden om te kunnen voldoen aan die eis. In praktijk is het soms mogelijk dat het materiaal aangebracht wordt door de aannemer. Of soms door de aanbestedende overheid. Hier in Vlassenbroek was er bij het ontwerp nog geen duidelijkheid over welk materiaal voor de dijk zou gebruikt worden. Dus hebben we met een iets lagere wrijvingshoek gerekend. Voor de vette grond hebben we ook met een vrij hoge doorlaadtijd gerekend. Omdat voor de ringdijken de vette grond maar heel af en toe onder water komt te staan. En dat geeft de vette grond de kans om te degraderen. Eigenlijk. Er komen grote poriën in. Het wordt eigenlijk meer een bodemstructuur en daarom mogen we voor de ringdijken maar op een hoge doorlaadtijd van de vette grond rekenen. Naast de karakteristieken van het materiaal is natuurlijk ook de geometrie van de dijk van belang in de verdere stabiliteitsberekeningen. Dan de stabiliteitsberekeningen zelf. Ja, u kent waarschijnlijk de verschillende faalmechanismen wel. Ik ga kort iets zeggen over macrostabiliteit, microstabiliteit en piping. In onze richtlijnen, we hebben die richtlijnen voor die vermeld staan in ons standaardbestek 260. Maar de basis ligt meestal in ontwerpboeken van hier in Nederland. Om de berekeningen te kunnen maken, moeten we natuurlijk ook weten met welke waterstand we moeten rekenen. In de dijk, aan de landzijde en aan de GOG-zijde. Aan de GOG-zijde gaat het waterbouwkundig labo-modelleringen doen op basis van stormen die op de rivier en dan stormen in het GOG zelf. Deze stormen worden dan de randvoorwaarden voor een stromingsberekening, waarbij we dus nagaan wat het waterpeil doorheen het dijk zal zijn bij een storm in de rivier en dus een water in het GOG. Aan de landzijde gaan we het grondwaterstand halen uit grondonderzoek. Dit is eigenlijk een voorbeeld van zo'n grondwatermodellering, waarbij we hier een storm hebben opgelegd en dan zien we eigenlijk het verloop van het water, het gemodelleerde verloop van het water doorheen de dijk. Hier in Vlassenbroek hebben we eigenlijk een lage grondwaterstand, of verwachten we een lage grondwaterstand, en dus geen gevaar eigenlijk voor wateruittreden uit de dijk en dus voor micro-instabiliteit. Als we dan de macro-stabiliteitsberekeningen doen, gaan we werken met de methode van Bishop, de cirkelvormige glijvlakken, waarbij we dan zowel
rivier als landtalud gaan berekenen. Niet alleen de uiteindelijke toestand van de dijk moet berekend worden, waarbij we streven naar een globale veiligheidsfactor van 1,3, maar ook de toestand onmiddellijk na aanbrengen van de opgroeiing, de niet gedraineerde toestand. Hier streven we naar een veiligheid 1,1. Wanneer er sterk samendrukbare lagen aanwezig zijn onder de dijk, dan is het meestal het geval dat we de dijk niet ineens kunnen ophogen, maar dat we in fase moeten werken. Stabiliteitsberekeningen wijzen dan uit tot hoe hoog we de eerste fase mogen ophogen. Dan moeten we een zekere periode wachten, een consolidatieperiode moeten we toelaten, voordat we dan de volgende fase mogen ophogen. Je kan er naar rekenen hoe lang die consolidatieperiode moet zijn, maar meestal gaan wij zettingsbuizen plaatsen onder de dijk en dan gaan we piezocellen voorzien, zodat we eigenlijk de consolidatie echt goed kunnen opvolgen, zodat we eigenlijk zeker weten wanneer we de tweede fase mogen aanbrengen. En dan de uiteindelijke toestand. Hier dus in Vlassenbroek zal de ringdijk in drie fasen moeten worden opgehoogd. Als er slappe lagen aanwezig zijn in de ondergrond, moeten we ook squeezing nakijken. Dat is eigenlijk het fenomeen dat de slappe lagen uitgeperst worden. Hiervoor kijken we naar het keurrapport 91-7. Bij de berekeningen merken we vaak ook dat er instabiliteiten optreden in berekeningen aan de taluds van de grachten. In praktijk zal het minder vaak voorkomen dat er in praktijk vaak door de begroeiing een sterkere cohesie aanwezig is dan dat er in het berekeningsmodel wordt aangenomen. Daarom gaan wij in onze berekeningen hier niet streven naar een veiligheid 1,3, maar gaan we een lagere veiligheid toelaten, mits het glijdvlak dat hier kan optreden niet doorheen de dijk gaat en mits ook als er hier een weg aanwezig is dat het maar een dienstweg is, zodat we dus eigenlijk het risico beperken. Volgende fenomeen dat moet bekeken worden is micro-instabiliteit. Dat is eigenlijk ten gevolge van een hoge phreatische watertafel in de dijk. Zoals vermeld hier in Vlassenbroek verwachten we een lage phreatische watertafel in de dijk en hebben we dus geen gevaar voor of afdrukken of afschuiven van de bekleding of voor uitspoelen van de grondteeltjes. Dit is hier een figuur van een melle waar we dus wel nog een uitredende watertafel hebben en dus eigenlijk micro-instabiliteit moeten nakijken. Het laatste fenomeen is piping. De eerste check is altijd zien of dat de afsluitende grondleg kan opbarsten. Als dit het geval is, moeten we verder kijken. Moeten we nakijken of dat de grondteeltjes kunnen meegestroomd worden. Hiervoor kijken we in eerste instantie naar de methode van Blaai. Dat is eigenlijk een heel conservatieve methode. Als die voldoet, dan is het sowieso in orde. Als die niet voldoet, gaan we naar Selmeijer kijken. En daarnaast gaan we ook nog kijken welke zettingen we verwachten ten gevolge van de opgroeiing van de ringdijk. We gaan die berekenen en we gaan die ook opvolgen met bijvoorbeeld een zettingsbuis. En als er grote zettingen te verwachten zijn, gaan we die tijdens opgroeien van de dijk al compenseren door een overhoogte aan te brengen. Ten slotte moet er naast de ringdijken en de compartimenteringsdijk ook nog natuurlijk de fundering van de sluizen bekeken worden. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar bij de berekening is toch gebleken dat we toch een aantal maatregelen nodig hebben ten gevolge van de slappere lagen, de grondlagen. Grondverbetering kan een optie zijn, een paalfundering kan een optie zijn, een voorbelasting. Oei, dat zit hier nog niet goed. Dat wil ik nog juist zeggen. Om eigenlijk bij het onderwerp van vandaag van de nood een deugd maken te komen, wil ik juist nog een aantal figuren tonen van de bouw van de compartimenteringsdijk. Hier is namelijk geopteerd om baggerspecie die verderop in de Schelde uitgebarreld is, te gebruiken om de compartimenteringsdijk op te bouwen. Dus het materiaal werd uitgebarreld, werd over water aangebracht tot in Vlassenbroek. En werd daar dan zo droog mogelijk opgepompt op land, gezeefd en ook via een leiding dan overgebracht naar een menginstallatie. En daar werden er allerlei additieven toegevoegd, cement, vliegas, kalk, zodat eigenlijk de gebarde specie voldoet om als dijkmateriaal te kunnen gebruiken. De sterkte moet voldoende zijn, de doorlaatheid moet voldoende laag zijn. Dit kon gerealiseerd worden en op die manier werd er dan de 800
meterlange compartimenteringsdijk aangelegd met dan 100.000 kub baggerspecie. Ja, dank voor je aandacht. Oké, ik denk dat nu het moment van vragen is. Ik denk dat, dat de kreten GGG en GOG erg interessant zijn, want wij hebben dat niet in ons dagelijks taalgebruik zitten. En er is een verschil tussen het Belgisch NAP en het Nederlands NAP, hè? Geloof ik toch ook? Wel, ik vind het heel goed dat jullie GOG zeggen, want meestal zeggen de Nederlands, waar is dat GOG-gebied? En dan geen enkele Vlaming kind een GOG. We hebben geen Nederlands NAP, maar we hebben THW, dus de Tweede Algemene Waterpassing. En die ligt, laten we zeggen, dat bij jullie min 2,35 NAP is bij ons gewoon nul. Ja. Dus wij leven positiever. Dus hun polder zijn niet zo diep, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Wie wil er... Ik wil nog misschien één ding zeggen, want wij worden toch opgenomen, hè? Ja. In feite zijn wij, het begin is gezegd, de Deltarissen van Vlaanderen, in mini misschien. Maar wij... Of heel dit verhaal wordt gerealiseerd door de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal, die er vandaag niet zijn. Maar het is toch wel belangrijk, want dat zijn eigenlijk de mensen die het echt wel op terrein doen. Hè. Wij komen het maar vertellen. De financiers zijn genoemd, geloof ik, in de opdrachtgever. Wie heeft er een vraag die iets interessants wil vragen? Nou, nee, via de microfoon. Kleine vraag over die financiers. Over welk budget gaat dit plan ongeveer? Wel, ik denk grote orde, het ganse plan, dus dat is gespreid over 25 jaar te realiseren, is volgens mij 600 miljoen euro. In totaal betreft het ook, laten we zeggen, het ganse getij onderhevig gebied is meer dan 600 kilometer dijk. Die natuurlijk een heel deel is al de voorbije 30 jaar gerealiseerd. Wie mag ik... De GOG's die hebben een functie bij hoogtij vanuit zee gezien. Hè? Maar hebben ze ook een functie bij hoogwaterafvoer van de rivier zelf? Landinwaarts? Wel, het is zo dat de meest afwaartse hebben dat totaal niet. Die zullen dus enkel vullen of werking kennen bij een storm. Maar de foto van die twee gecombineerde GOG's, daar is er één van die twee, de meest afwaartse, maar dat is eigenlijk, die liggen vast samen, die liggen dermate opwaarts, dat die bij enorme wassen vanuit Bovenschelde en Leie, dus vanuit Frankrijk en via Gent passeren, dat die ook kunnen vullen enkel bij bovenwas. Het is zelfs zo dat dan in die zone is er bijna enkel een ebverhaal. Dus de vloed komt dan bijna niet meer tot daar, maar is het gewoon 10 dagen aan een stuk afvoer richting zee. Pieter Jan. Ik was nog even nieuwsgierig naar de eventuele regeling met de eigenaars van de overloopgebieden. En welke compensatieregeling jou wordt voorgestaan? Wel, dus voor het nieuwe Sigma-plan is in feite geopteerd om al die gronden te onteigenen. Zeker als we dan spreken van GGG-invulling, ja, dan is er geen landbouwactiviteit meer. En ook een echt wetland, ja, dan hebben ze gewoon de grondwatertafel dermate hoog gezet dat er alleen nog elzenbroekbossen kunnen groeien, veronderstel ik. Vandaag de dag zijn die gebieden niet allemaal eigendom van de Vlaamse overheid. En is er in feite, historisch gezien zijn dat vaak de zones die een winterdijk of een zomerdijkje hadden en in de winter mochten vloeien, dus vloeimeersen en zo. En is er eigenlijk geen schaderegeling als er een vulling gebeurt in het stormseizoen. Maar als er nu buiten het stormseizoen zou zijn, dan kunnen die boeren wel een schadevergoeding krijgen. Een vraag aan de achterkant. Wie mag ik hier het woord geven die een vraag heeft? Goedendag. Ik was benieuwd waarom dat bagger gebruikt werd met zoveel bewerkingslagen ertussen. Dus 7 additieven toevoegen. Was het een doel op zich om dat zo te gebruiken of is er een andere reden voor? Voordelen daarvan zijn dat eigenlijk gewoon over water kon getransporteerd worden. Dat materiaal moest weggebaggerd worden daar op die locatie. Dus ze konden het dan gewoon hergebruiken in de dijk. En die additieven toevoegen, heel dat proces was blijkbaar toch wel een stuk gunstiger dan alles transporteren. Dan eigenlijk materiaal van ergens anders te moeten aanbrengen. Ja,
Ik zit niet bij de uitvoerende dienst, maar ja, dat zal wel zeker een kostenafweging geweest zijn. Want het materiaal dat ze gebruikt hebben, moest weggebaggerd worden. Dus ze moesten daar toch ergens mee naartoe. En ze hebben het dan direct gebruikt om de dijk op te bouwen. Nog een vraag. Ik zie toevallig een beheerder van Scheldestromen zitten. Dus dan word ik geïnteresseerd over een bepaalde GOG die nog net in Nederland ligt. Piet? Ja, je bedoelt de Hedwigen, maar... dat zit nu heel lastig, begrijp ik. Er zijn weer wat nieuwe rapporten boven tafel en weer een nieuwe opdracht gegeven door de eigenaar, door de Kloet. En ik begrijp dat hij nog alles in het werk zal stellen om zo lang mogelijk alle juridische procedures uit te nutten voordat daar tot enige onteigening overgegaan kan worden. Dus ik denk dat jullie het geld nog even in je zak kunnen houden. In zekere zin vormt het Sigmaplan één geheel, verschillende gebieden, natuur, veiligheid en in feite ook de toegankelijkheid van de Schelde garanderen. Ik denk qua veiligheidsbijdrage ligt Vlaanderen misschien niet wakker van de Hedwige Prosperpolder, want dan is dan geen GOG maar een ontpoldering. Maar op zich is het wel zonde dat dat gebied niet kan gerealiseerd worden. Want in feite is dat vooral compensatie van het dieper maken of het lokaal wegbaggeren, moet ik dan Vlaams juist zeggen, van een aantal kleine drempels. Maar dus het zou zonde zijn als we het niet kunnen realiseren natuurlijk. Ja. Nou, ik zag Piet heel zachtjes knikken. Heeft er iemand nog een vraag? Anders heb ik... Microfoon. Ik geloof dat we in Nederland altijd een probleem hebben met baggerspecie en de vervuiling daarvan. En ik kan me voorstellen dat daar ook het geval is. Hoe gaan jullie daarmee om? Kun je dat gewoon zonder enige kwaliteitstoets gewoon hergebruiken? Omzeil je dan alle regelingen? Of? Maar wat ik ervan weet was dat milieuhygiëne is in orde. Materialen weggebaggerd werd. De check was gebeurd en die was in orde. En dan pas is er verder gekeken... Dat is een eerste check die gebeurt natuurlijk. Ja. Zegt u? De vraag is of jullie gewoon vervuiling hebben of niet. Daar komt er eigenlijk op neer. Ik kan me niet voorstellen dat waterwegen en zeewezen de wet niet volgt natuurlijk. Hè. Nee. Maar ik weet, er zijn zones langs in de Zeeschelde waar dat we weten dat je die baggerspecie best kan laten liggen en dat je ze anaeroop laat afdekken en dan is iedereen gelukkig. En ik weet niet waar deze specie vandaan kwam, maar er is ook een soort site, eigendom van de afdeling Zeeschelde, waar dat ze echt het te vervuilde materiaal naartoe kunnen doen. En ik denk dat hier een soort win-win was gevonden en Europese subsidie en werk met werk en een pilootproject, maar het is wel ineens een... En het is ook de dijk zelf is een compartimenteringsdijk. Stel als die komt te gaan, dan mengen we twee vormen van natuur. Maar qua veiligheid is er eigenlijk minder issue. En dus is er zo wat. Toch geopteerd, we moeten het doen. Of we kunnen het doen, zeg het zo. En de Zeeschelde is bij ons de Westerschelde. Ik had een vraag over contractvormen. In Nederland proberen wij met innovatieve contractvormen aannemers, bij wijze van spreken, ideeën te laten bedenken. Dat je niet vanuit een RAW, dus opgelegd bestek, maar dat je dus als het ware de innovatiecapaciteit van de markt en allerlei, hè, dat zij gaan goochelen met grondstromen en andere dingen. Werkt dat bij jullie ook zo? Zijn dat vormen of bedenken jullie achter in het labo heet het geloof ik bij jullie, en achter het bureau hoe je het wil hebben en hoe het eruit ziet? Of zijn jullie open dat de aannemers van België gewoon zelf leuke dingen bedenken? Wel, opnieuw, wij zijn niet van de uitvoerende partij, maar ik denk dat er een aantal van die... Dus er zijn nu 13 gebieden, daar komen er pak een stuk of 5 nieuwe bij en alle 18 krijgen die een facelift. Afhankelijk van de projectleider van de afdeling Zeeschelde wordt er meer bij de markt gelegd. Ik denk dat die compartimenteringsdijk uiteindelijk het ontwerp en al de additieven die... Er is eigenlijk gezegd, deze specie is er, ontwerp ons een veilige compartimenteringsdijk en dat is dus aan de markt als een soort DB gegund geweest. Er zijn ook gebieden, laten we zeggen... Bergemeerse is eigenlijk de ringdijk intern Vlaamse overheid. Die constructie die op de foto staat is ontworpen door een studiebureau. En zo zijn er wel mengvormen om toch nog een beetje kennis binnenshuis te houden. Oké. Okay. We zijn ongeveer over de tijd heen. Ik wil even wat handen zien. Patrick en Leen hebben aangeboden dat een aantal van deze gebieden, dat we die ook live kunnen zien. Hè? Dus niet alleen van plaatjes. Wie van jullie zou daar in principe interesse in hebben, zeg maar? Nou, we halen nog net één bus, zie ik. Dus je hebt mazzel.
Dus het idee is van om gewoon te gaan kijken in België, zeg maar. Dan krijgen we een soort wat toelichting van wat er op een bepaalde locatie is. Een beetje, denk ik, hetzelfde verhaal. Dus daar zullen we even doorheen moeten bijten, denk ik. Maar er staat wel een heel mooi landschap en een goede gastheer tegenover. En goed bier. Han zegt goed bier, dus dan weet je, als de prof goed bier zegt, dan is het goed bier. Ik wil even handen op elkaar. Ontzettend applaus voor Patrick en Leen. En bedankt. APPLAUS